veel gebeurd de afgelopen tijd. Hele mooie inspanningen van college, in het bijzonder van Arjen Loon, de trekker en het geheel. De shuffle heb ik altijd van jou overgenomen, als ik dat zo mag zeggen. En de shuffle naalt zijn einde, hè, in de positieve zin. En jou het woord. Dank. En nogmaals welkom allemaal. Inderdaad, we zijn redelijk bezig geweest met gemeentelijk vastgoed. Onze visie is met name naar de nieuwe gemeente toe. We willen indikken op het vastgoed om te zorgen dat het vastgoed wat we hebben in deze gemeente, dat het voldoende geborgd blijft. Er zijn een aantal plekken in onze gemeente, in het maatschappelijk vastgoed, zeg maar, waar best wel wat knelpunten zitten en zaten. En één knelpunt waar we de afgelopen tijd heel goed naar hebben gekeken is de Altburcht. Zowel de stichting als de exploitant die huurt van de stichting hebben zich bij ons gemeld, al een geruime tijd geleden, dat het steeds moeilijker werd om de exploitatie rond te krijgen. Die was al enkele jaren verliesgevend. Daarbij had de stichting eigenlijk extra inkomsten nodig omdat ze om het grote onderhoud te kunnen blijven verrichten. Hadden ze gewoon een impuls aan inkomsten nodig, dan moeten we denken aan ongeveer 40.000 euro per jaar. Wij hebben op dat moment gekeken van ja, waar komt het eigenlijk vandaan dat probleem ontstaan is. Nou, dat komt gedeeltelijk vanuit het feit dat toen de Altburcht werd neergezet, dat was een puik plan. Dat was in 1999, maar sinds die tijd heeft de wereld ook niet stilgestaan. Er zijn vanuit IDOP zijn er dorpshuizen bijgekomen, er is aan de overkant van de straat is een voorziening gekomen. Er zijn steeds meer kantines op hoog niveau bijgekomen die ook een stuk feesten en partijen weghalen bij de Altburcht. En dat heeft eindelijk ertoe geleid dat de stichting zich voor een steeds moeilijkere opgave geplaatst zag. Wij hebben gezegd, we gaan proberen die exploitatie van de Altburcht te versterken door het ombuigen van uitgaven. Daar kom ik zo meteen nog wel op. Maar we hebben ook gezegd, we gaan niet een zalencentrum waar minder behoefte aan lijkt te zijn, laat ik het dan zo voorzichtig zeggen, koet in stand houden. Want nou ja, dat hoeft niet in het belang te zijn van onze gemeente op het moment dat de vraag eindelijk te laag is, dan zegt dat ook wat. Wij hebben daarop met het bestuur gesproken, wij hebben dat ook laten weten. Dat is voor het bestuur natuurlijk na zoveel jaar best een moeilijk besluit om te horen te krijgen. Maar we hebben ook aangegeven, die Altburcht, we hebben daar alternatieve invulling voor. We hebben daar een alternatief plan mee. Sowieso, omdat het pand beslaat voor 2/3 bestaat het uit gymzalen. Die gymzalen die zijn heel erg van belang voor bijvoorbeeld het Willem van Oranje College. Wij waren op dat moment ook in gesprek met de huisarts hier in Wijk en Aalburg, de maatschap. Die heeft eigenlijk ook naar de eisen van de tijd nieuwe huisvesting nodig. Verbouwen van het huidige pand van de huisartsen zou een lastig probleem worden. En zij waren eigenlijk aan het kijken, kunnen wij een nieuwe locatie vinden om met nieuwbouw aan de slag te gaan. Daar hebben ze een lange zoektocht aan gewijd, maar die nieuwe locatie die diende zich niet zo makkelijk aan. Waarop wij hebben eigenlijk gedacht, ja, 1 en 1 is 2. Wij hebben gekeken naar de mogelijkheden om het gezondheidscentrum wat zij wilden, en dat is voor een stukje ook anderhalve lijnzorg, dus ze willen een stukje zorg vanuit eigenlijk de ziekenhuizen hier meer de regio inhalen. Dat gezondheidscentrum, dat zou inpasbaar zijn in wat nu de grote zaal en een paar kleinere zalen van de Altburcht is. Daarop hebben wij daar met verschillende partijen over gesproken. We hebben een inpassingsstudie laten doen en dat heeft eindelijk tot het plan geleid wat nu in de begroting verwerkt zit. Daarom ook dit moment om dat vast naar buiten te brengen. In de begroting vragen wij de gemeenteraad om een krediet te voteren. En dat krediet zal ongeveer 1,5 miljoen euro zijn om de zalenfunctie van de Altburcht eindelijk te gaan invullen als gezondheidscentrum. Dus een grote verbouwing. In die 1,5 miljoen zit niet alleen de inpandige aanpassing die nodig is, maar in die 1,5 miljoen zit ook de nodige investering om het pand duurzaam te maken. En te denken valt dan aan zonnepanelen, warmtepomp, etc. 1,5 miljoen euro is veel geld. Waar komt dat uit? Nou, de huisartsen die gaan een huur betalen. Uiteindelijk waren de huurpenningen die zij wilden betalen, zijn ook randvoorwaardelijk geweest aan de investeringssom. En zij zullen een
ja, een zeer lang huurcontract. We hebben het al gehad over een periode van 30 tot 40 jaar. Dat zij een huurcontract zullen tekenen met ons, waarna wij de inpassing van het gezondheidscentrum mogelijk zullen maken. Nou, dat betekent het een en ander voor de Alburg. Dat betekent ook dat wij op zoek gaan naar een alternatieve locatie voor de zalenfunctie. Nu is de zalenfunctie van de Alburg is voor heel wat initiatieven eigenlijk veel te groot. De grote zaal die is groter dan voor de meeste huurders noodzakelijk is. En we hebben aan de overkant van de straat hebben wij een pand zitten wat eigenlijk meer aan de dorpshuisfunctie voldoet die de kernwijk in Aalburg nodig lijkt te hebben. Een zalenfunctie is wat bubbeklu. Zalenfunctie is wat te groot gezocht, zeg maar. Maar de kernwijk in Aalburg heeft wel behoefte, net als andere kernen, aan een dorpshuis. En bubbeklu heeft de omvang die daar meer bij in de buurt komt. Dus het is eigenlijk, ligt het in de lijn van ons plan, dat wij bubbeklu omvormen naar een soort dorpshuis. Er is ook met dat bestuur over gesproken. Er liep al langer een gesprek natuurlijk met het bestuur. Soms ga je linksom, soms ga je rechtsom. Voor dat bestuur is dit een heel mooi besluit. Dan blijven er altijd initiatieven over waarvoor de Alburg, waarvoor bubbeklu te klein is. Maar er zijn in onze gemeente meer zalenvoorzieningen. Soms niet helemaal commercieel te exploiteren, maar er zijn meerdere opties. En wij gaan eigenlijk, en dat hoop ik wel dat jullie ook in de media door zullen laten klinken, wij gaan met alle gebruikers van de Alburg gaan we een goede maatwerkoplossing zoeken. En voor een aantal zal dat simpelweg het verhuizen naar bubbeklu zijn. Maar voor een aantal zal dat te weinig soelaas bieden en zullen wij zoeken naar een grotere locatie waarvan we er al een aantal op het oog hebben. Maar die ik hier nu niet even ga noemen. Dat schiet iets te ver. Gaat dat dan over clubs? Of, Dat zit in ander maatschappelijk vastgoed wat gebruikt kan worden. Maar je zou ook kunnen denken, als we dit doen, maar dat is het volgende puntje, dan willen we eigenlijk ook vanuit de investeringsruimte die de begroting 2018 ons biedt, maar daar lezen jullie binnenkort meer over, want er is vrij veel investeringsruimte in de gemeente. Dat komt natuurlijk ook vanuit de voorgenomen verkoop waar we het vanavond over zullen hebben. Wij willen dan eigenlijk de gymzalen in de Alburg nog een keer goed up-to-date brengen. Er is de laatste jaren met name... Als je het hebt over grote zaal, dan hebben we het over waar de lintje uit gereikt. Ja, die grote, klopt. Ja. Nou, en een aantal opties zijn bijvoorbeeld de foyer en de bar van de Alburg blijven in eerste instantie gewoon beschikbaar. Nou, die foyer en bar samen zijn 250 vierkante meter. Dat is een hele grote zaal. Maar de gymzalen zijn ook deels beschikbaar. Nou, wij gaan die gymzalen een keer goed up-to-date brengen. Dan moet je met name denken aan de wanden die ertussen zitten. Die zullen beter akoestisch uitgevoerd worden. Dus die zullen beter geluid dempen. En als wij dat doen, zullen we ook gelijk kijken dat, dat die zaal op een makkelijke manier, die sportzaal, met een soort rol over de vloer uitgerust kan worden, waardoor je op de vloer kunt lopen gewoon met je schoenen en dergelijke zonder de sportvloer te beschadigen, zodat die zaal ook wat makkelijker gebruikt kan worden, ingericht kan worden voor de grotere evenementen. En dan zou je bijvoorbeeld aan de lintjesregen kunnen denken, maar die zou dus ook in het foyer kunnen, die zou ook in ander maatschappelijk vastgoed kunnen. Maar bijvoorbeeld, we komen zaterdag dus Oktoberfest, bijvoorbeeld in de Alburg. Ja. Daarvoor zou die mat uitgerold kunnen worden. Ja. Van jongens, hou hier toch maar. Ja. Ze doen het nu wel in de gymzaal of is het in de grote zaal? Nee, het is in de gymzaal en daar gebeurt het in wezen al op een manier zoals je je ook voorstelt. Alleen we willen dat iets vergemakkelijken. Er zijn makkelijkere oplossingen voor. Makkelijker in te richten is als een soort feest achter de zaal eigenlijk. Klopt, dat die iets makkelijker multifunctioneel bruikbaar wordt. Als we die gymzaal dan naar een wat hoger plan tillen vanuit onze investeringsbegroting, dan willen we het gebruik ervan eigenlijk ook intensiveren. We hebben nog een gymzaal staan in de Tulpstraat. Die gymzaal die is altijd goed onderhouden, maar er staat toch wel zeer groot onderhoud voor de deur. Waarvan wij hebben gezegd, is het nog logisch, ook kijkend vanuit dadelijk een nieuwe gemeente die op een andere manier waarschijnlijk naar haar 22 kernen kijkt, is het nog logisch dat in één kern dan twee gymzalen zijn? Gaan wij deze gymzaal nog onderhouden of gaan wij zoeken naar het onderbrengen van de gebruikers in de bestaande sporthal van de Alburg? Wij hebben gekozen voor het laatste, dat is ons voornemen. Dus we zijn ook een gesprek opgestart en daar hebben een aantal van jullie al over bericht.
We zijn een gesprek opgestart met de sportvereniging om te kijken hoe goed is het inpasbaar om jullie naar de Alburg, naar de sportzaal van de Alburg te krijgen. Vervolgens hebben we ook met school gesproken, hoe makkelijk is het inpasbaar. Nou, op het moment dat we dit zouden doen, dan levert ons dat een bepaalde besparing op, dat snappen jullie. Vanuit die besparing kunnen wij dan weer een aantal maatregelen nemen die het voor de sportverenigingen en de school aantrekkelijker maakt, dan wel de pijn wat verzacht. Nou, te denken valt aan dat de gemeente een deel van de leerlingen zal bekostigen om te vervoeren die te klein zijn. De onderbouw die zal op kosten van de gemeente dan naar de gymzaal vervoerd worden. Dat kan betaald worden uit de besparing. Uit de besparing kan ook betaald worden dat de sportverenigingen wat meer bij het huurniveau van de Alburg aansluiten qua subsidie. Nou, dat zijn een paar van die dingen. En dan blijft er uit die besparing blijft er alsnog voldoende ruimte over om 2,5 ton ongeveer op te nemen in onze investeringsbegroting 2018. Vertellen we dit nu? Daarom hebben we, lichten we de raad in. Ja, en daarna kan de raad er wat van gaan vinden. Zodat we weten dat het vastgoed dat resteert een sterkere status heeft in de nieuwe gemeente. Dat is geen doemdenken of iets dergelijks, maar de nieuwe gemeente die zal op een andere manier naar de 22 kernen kijken dan de gemeente Aalburg nu doet naar haar 7 kernen. En die zal ook op een andere manier kijken naar de kernwijk in Aalburg, die op dat moment een van de grotere dorpen is dan de gemeente nu doet, die voor wie het de helft van de inwoners zijn. Nou, daar kunnen we veel over vinden, kunnen we het over eens zijn of niet over eens zijn, maar dat motiveert ons wel om de hele tijd goed naar de vastgoedsituatie te kijken en te kijken waar we kunnen indikken. Ja, het is een, inderdaad ook weer een nieuwe Brussel die we hier voorgeschoten krijgen. En dat vergt ook wel enige bezinning en overleg natuurlijk. En dat komt er natuurlijk ook wel, daar gaan we wel vanuit. Maar één vraag die nu al opreist is, wat gebeurt er met de huidige huisartsenpost? Speelt die een rol in dit verhaal of blijft die helemaal buiten deze constructie? Ja, een andere vraag. Daar blijf ik even op inspelen. De huidige huisartsenpost die is niet van ons, die zal ook niet van ons worden. Dat is aan de huisartsen wat ze daarmee kan doen, maar ik kan me zo voorstellen dat zij proberen het pand te verkopen of dat daar nog de vraag zou komen om bijvoorbeeld op dat perceel mee te werken aan een stukje woningontwikkeling. Maar dat is in eerste instantie even aan de huisartsen, het is hun eigendom. Ja, even het rijtje maar langs, er zullen het geen vragen zijn aan deze kant. Ja, meneer Bammel van CDA. Dankjewel. Ja, inderdaad een hele huzzel met heel veel getallen en informatie die u nu met ons deelt. Ja, wat wegvalt in elk geval, dat geeft u ook aan in uw, in uw verhaal, en waar u ook nogal wat naar oplossingen aan het zoeken bent als ik het zo beluister, is de grote zaal, de functie. En daar maken wij ons wel een beetje zorgen over. Dus wat wij eigenlijk, ik heb eigenlijk niet precies. Ik weet dat het al een tijdje niet zo goed gaat met de Alburg. We hebben daar al meerdere keren hierover gesproken. We refereerden daar ook aan. Er wordt al een lange tijd gezocht naar een creatieve oplossing. Nou, dit past denk ik ook in het kader van een creatieve oplossing. Maar ik zou graag een wat beter beeld willen krijgen bij de mate van gebruik van de grote zaal. En eigenlijk van de zalen, maar met name ook die grote zaal. Want dat is het unieke nu van de Alburg, hier ook aan de oostkant van het gebied. Als ik eventjes boven Altena ga zweven. En ja, ik zou het toch wel zonde vinden als dat zomaar wegvalt. Maar u bent ook nog aan het zoeken naar oplossingen. Dus ja, straks zei ik dat ik een broedende kip niet moest storen. Nu komt u zelf als broedende kip naar voren gelopen. Dus daar wil ik wel een beetje wat meer gevoel bij krijgen, om heel eerlijk te zijn. De stichting gevraagd om inzicht te geven in de bezetting van de grote zaal. Die hebben we gekregen. Vanuit de ambtelijke organisatie is geschakeld met de exploitant om te kijken hoe vaak zitten die huurders nu in de zalen. Wij zien kansen om het gewoon met de oplossing die we aandragen. Wij zien eigenlijk meerdere alternatieven. Wij zien de foyer plus bar als een alternatief. Wij zien gebruik van de sportzaal als alternatief.
Maar wij zijn ook nog aan het kijken naar ander maatschappelijk vastgoed wat aan ons gelieerd is, om het zo te noemen, om te kijken wat we daar mogelijk kunnen bieden. Dus mijn voorstel zou zijn dat wij onze inventarisatie hier intern afronden en die dan meenemen in de vervolgraadslagingen, zeg maar. Dat is wat mij betreft prima, waarbij wij dan wel met zeer geïnteresseerde blik kijken van ja, als dat inderdaad die alternatieven zijn, we noemden net de foyer en de bar. Ja, die worden natuurlijk ook gebruikt door andere gebruikers die daar nu al in zitten. Hè. Dus het wordt misschien lastig om een grote zaal te verhuren die dan in de foyer en bar is, terwijl daar misschien sportende mensen tegelijkertijd grappen aan het vertellen zijn. Ik noem maar wat. Daar moeten we wel even heel kritisch op zijn wat ons betreft. Dankjewel, voorzitter. Ik had drie vragen genoteerd waarvan er twee al gesteld zijn. Frequentie van het zalencentrum, daar hadden wij inderdaad ook al genoteerd, wat zijn een aandachtspunt. We zouden graag daar eens inzicht in hebben. Als alternatief, maar wellicht dat u er al over nagedacht hebt, wethouder, ik hoorde om die functie van die zalencentrum over te pakken, de bibliclu, de gymzaal, foyer en de bar. Ik zou ook nog als tip mee willen geven van bijvoorbeeld het Willem van Oranje, of daar bijvoorbeeld niet een deel van de zalencentrum opgevangen kan worden, als een oplossing. En dan een vraag die ik nog niet gehoord had. U zegt van de huisartsen willen graag de anderhalve lijns zorg naar Aalburg halen. Is dat dan een stukje concurrentie voor juist het ziekenhuis in Den Bosch, of is dat juist een versterking? Of wat is de visie van het ziekenhuis erop? Hoe moet ik daarmee wat bij voorstellen? Dank je wel. De visie van de inventarisatie krijgt u dus, dat is geen punt. Het Willem van Oranje noemt u. Dat heeft onze gedachten ook wel eens gepasseerd, dus wij zullen zeker met hen in overleg treden. Maar wij zoeken ook om meerdere opties te hebben, om niet op één paard te hoeven wedden. In zaken de visie van de huisartsen en die van de ziekenhuizen. Het is een trendmatige ontwikkeling in de zorg dat er steeds meer gezocht wordt naar lokale mogelijkheden. Ik weet niet precies hoe ik het moet zien, of dat de ziekenhuizen hier interesse in hebben, omdat zij op die manier een zogenaamde lock-in creëren, dat ze al heel vroeg hun patiënten naar zich toe trekken, dat het een soort concurrentieverhouding is, of dat het is vanwege kostenperspectief, want ingrepen natuurlijk in de locaties decentraal, die zijn wat goedkoper dan centraal. Maar je ziet steeds meer, en in Zaltbommel bijvoorbeeld heb je ook zo'n post waar echt, u zult er geen open hartchirurgie kunnen krijgen, maar de kleinere polyklinische zaken, ja, die hebt u niet nodig, ik hoop dat u een heel goed hart heeft. Maar de kleinere polyklinische zaken, die zouden daar naartoe kunnen, en dat is wel een trend die je breder ziet. Misschien dat... Een paar zinnen nog aan toevoegen. Kijk, als je redeneert vanuit voorzieningenniveau, waar vanuit onze bevolking behoefte aan is, dan zie je dus heel veel toch ook bij kernen zoals in Wijk en Aalburg en iets groter, dat men toch ook als gemeente er best wel enthousiast over is om dat soort voorzieningen ook te bieden aan je inwoners. Hè? Want het wordt laagdrempeliger, je hoeft niet naar de bos toe. Dat je bepaalde specialistische voorzieningen ook dan hier in je eigen kern kunt aanbieden op bepaalde dagdelen. Daar is ook deze huisartsenpost volop mee bezig. En op zichzelf vanuit voorzieningniveau moet dat denk ik toejuichen. Positieve ontwikkeling, want we kampen al jarenlang met problemen met Aalburg. Die acceptatie komt niet rond. We hebben hier in de raad al verschillende keer over gesproken, hoe kunnen we dat invullen. Deze manier, een gezondheidscentrum, dat klinkt heel goed. We kennen nu niet alle cijfers, natuurlijk. Ik begrijp ook de insteek van de huisartsenpost. Want hebben geen zin om zelf, ze kunnen ook het bestaande pand plat gooien en er anderhalf uur een nieuw bouwen. Maar ze laten de investering graag aan de gemeente over en huren het dan. Van hun kant bezien is dat ook een slimme zet. Ik wil later wel een beetje de details hebben. U zegt, het moet budget neutraal gebeuren. Gaat er dan alleen neutraal voor die anderhalf uur die geïnvesteerd wordt over het totale pakket? Maar dat gaat vanavond waarschijnlijk te ver om daar in detail op te gaan. Maar in de basis
steunen wij het idee, want het is gelijk een oplossing voor het pand waar we mee zitten, de Aalburg. En ik denk een uitgebreid gezondheidscentrum midden in de kernwijk in Aalburg lijkt me een hele goede aanbod.